Ik krijg een steunhart, een Elfhart. Mijn naam is Jasper Brugt, ik ben hartfalencardioloog in het Erasmus MC in Rotterdam. En ik presenteer vandaag de eerste CardioMEMS-studies bij Elfhart-patiënten. De CardioMEMS-sensor is een apparaatje waarmee we op afstand de drukken kunnen meten bij de patiënt. Dus gewoon thuis. De patiënt ligt daarvoor op bed, op een speciaal kussen met meetapparatuur, drukt op de knop en 10 seconden later weet ik de vullingsdrukken in het hart. De manier van werken die gaat hierdoor behoorlijk veranderen. Op dit moment hebben we gewicht en klachten van de patiënten die ons leiden in hoe we hem moeten behandelen. Maar daardoor komt er dus ook een druk bij die we moeten interpreteren hoe de klinische conditie van de patiënt is. Dat maakt het nogal anders omdat we nu meer gegevens hebben, waardoor we anders gaan werken. We hebben nu ervaring met 5 patiënten en daarbij werkt het ontzettend goed. Waarbij we die patiënten uit het ziekenhuis houden. Ze hebben minder contacten met de dokter, minder contact met de verpleegkundige. En zijn ontzettend tevreden. Voor de patiënten is dit een grote ontwikkeling. Het is een ontwikkeling in de richting van echt gericht voorschrijven van medicijnen. Individualiseren van de gezondheidszorg. En op afstand die patiënt bewaken en monitoren. Waardoor die wat minder vaak in het ziekenhuis hoeft te komen. Wat voor de patiënt toch qua beleving een ontzettend belangrijke factor is. Het unieke wat we nu in Rotterdam gaan doen is het combineren van deze CardioMEMS techniek bij patiënten met een steunhart. Wij denken dat daardoor de chirurg in de fase naar de operatie toe meer informatie krijgt en de patiënt beter de operatie in kan gaan. Daarnaast denken we dat tijdens de periode op de intensive care er complicaties eerder ontdekt kunnen worden. En tenslotte op de polyklinieke fase denken we dat we de patiënt buiten het ziekenhuis kunnen houden met deze nieuwe druksensor. Ik voel hem niet, totaal niet, maar het heeft wel het voordeel dat ik minder sowieso op de poli hoef te komen. Omdat als er iets is, dan belt de dokter naar huis en dan kan dat gelijk gecorrigeerd worden. De bezoeken hier zijn heel minder geworden. Kijk, ik ben toch wel vrij direct bij de dokter onder... om de behandeling. Alleen ja, toen lag ik er ook gewoon wel eens weken in.